In deze uitgebreide video ga ik laten zien hoe dat je standaard brieven aanmaakt. Onze bedoeling gaat zijn dat we een brief klaarmaken en dat we die versturen naar alle leden uit een kalkdatabankje, uit een kalkwerkblad. Dus we hebben een werkblad gevonden op het internet, daar staan een aantal personen met fictieve adressen. We zouden een brief willen opstellen en deze afdrukken zodanig dat we die eenvoudig kunnen versturen naar die persoon. Dus we gaan ook proberen om labels, oftewel etiketten, aan te maken, zodat die eenvoudig op blanco enveloppen kunnen gedrukt worden. Heb je de mogelijkheid om zelf een etiket af te drukken, dan kan ik je ook laten zien hoe je dat doet met LibreOffice Writer. Dus een aantal dingen die we nodig hebben, zijn bijvoorbeeld die lijst met adresgegevens. Dus ik kan je laten zien, ik heb een adresgegevenslijst op het internet gevonden en ik heb die opgeslaan als databank donoren. Ik zal die openen. En dan zie je dat het een LibreOffice Calc document is. Dus een spreadsheet of een rekenblad. Nu, het is heel eenvoudig opgebouwd. Achternaam, voornaam, telefoonnummer. Adres is eigenlijk de straat van die persoon. De stad en de postcode. Dat is eigenlijk alles wat in deze databank staat. Het is niet zo groot. Een 32-tal leden zitten hierin. Het enige wat ik nog ga aanpassen is hier van onder het bladnaam. Of de bladnaam, die ga ik wijzigen in lijst. Zodanig dat dat een heel kort woord is waar dat ik zo dadelijk naar kan verwijzen. Dus ik ga dit document sluiten en natuurlijk mijn wijziging opslaan. En wat je dan moet maken, ga ik je even uitleggen. Om een standaardbrief te kunnen maken die gegevens ophaalt uit een werkblad, moet je een tussenstap gaan voorzien. Je moet gaan voorzien in een tussenstap en die tussenstap heet gegevensbron. Je gaat ervoor moeten zorgen dat de gegevens hieruit raadpleegbaar zijn alsof het een bron was waaruit dat Writer zijn gegevens kan ophalen. Dus we maken een gegevensbron aan. Voor de mensen die er al mee gewerkt hebben, dat is het programma LibreOffice Base, ook vergelijkbaar met Microsoft Access. Dus we gaan een databank selecteren, we gaan er geen nieuwe maken, maar we gaan een koppeling maken met een bestaande databank. Het is geen JDBC-databank, maar het is gewoon een werkblad dat we willen gaan gebruiken. Je drukt op volgende. Je moet natuurlijk gaan kiezen waar staat dat werkblad. Dat werkblad heet Databank Donoren, dus ik ga dat gewoon simpel openen. Ik had daar geen wachtwoord aan gekoppeld, dus ik hoef dat vinkje hier niet te zetten. Ik druk op volgende en dan een belangrijke stap. Wilt u dat de assistent de database in LibreOffice registreert? Als je dit niet zou doen, dan ga je geen gegevens mogen ophalen uit die kalk, uit dat kalkbestand. Dus ik kies zeker ja, de database registreren. Wil je nog iets doen nadat de databasebestand is opgeslaan? Je zou het nog kunnen gaan verwerken of herwerken, maar dat is in dit geval niet nodig, dus ik zet het vinkje uit en ik druk op voltooien. Het enige wat ik dan nog moet doen, is een naam meegeven aan deze databank. Dus ik noem hem een donoren en ik noem het duidelijk bron, omdat ik weet, hij zal als bron dienen voor mijn LibreOffice tekstdocument. Dus ik kies opslaan en dat is in principe alles wat ik nodig heb. Nu ga ik mijn standaardbrief aanmaken, dus ik kies gewoon een tekstdocument. Ik ga hiervan maken, beste persoon X, ik wens je graag uit te nodigen op de jaarlijkse vergadering. Bezoek www.delijn voor de beste verbinding. Vanuit, en dan natuurlijk de persoon zijn stad. Met vriendelijke groeten. Oei. En dan je naam uiteraard. Zo. Nu gaan we ervoor proberen te zorgen dat de X en de stad natuurlijk ingevuld worden met de namen en de steden van de personen uit de lijst. Hoe doe je dat? Je gaat op de juiste locatie staan en dan kan je kiezen voor beeld. Dat heb je nodig, want je moet hier gaan zorgen dat je gegevensbronnen kan gaan raadplegen. Datzelfde bereik je natuurlijk door op het knopje F4 te drukken. Dat staat hier van boven. Hetzelfde icoon staat ook hier in de werkbalk. Gegevensbronnen. Je krijgt dan een pull-down menu waarin dat je kan zien. Bibliografie is altijd bereikbaar. En we hebben reeds donorenbron geselecteerd of geregistreerd waardoor dat die bereikbaar is. Je kan op het plusje drukken om uit te klappen wat dat daarin zit. Er zitten geen queries in, maar er zou zeker één tabel in moeten zijn. Die tabel heb ik lijst genoemd. Als je daarop drukt, dan zie je alle gegevens die in die lijst zitten. Dus je ziet alle personen daarin zitten.
Nu, wat hebben we nodig van die persoon? Beste X, hier moet die persoon zijn voornaam komen, dus ik kan X al wegdoen. Beste voornaam, hoe doe je dat? Je pakt voornaam vast, je sleept hem in je brief en je laat hem los op de locatie dat je wenst. Na de voornaam komt een spatie, dus ik druk spatie, dan volgen we met de achternaam. En dan zou die dat straks gaan moeten invullen, beste voornaam en dan achternaam. Ik wens je graag uit te nodigen op de jaarlijkse vergadering. Natuurlijk moeten we hier zijn of haar stad nog toevoegen. Dus ik kies stad, ik sleep dat in mijn lijst en ik laat los. Je kan er natuurlijk nog de opmaak van veranderen. Stel dat je een ander lettertype kiest, dat is geen enkel probleem. Wat we nu gaan moeten doen, is we gaan moeten zorgen voor een print hiervan. Je kan niet zomaar zeggen, ik wil hiervan het afdrukvoorbeeld zien. Hij zal dan geen namen gaan invullen. Dus ik weet niet of je het ziet, ik zal even mijn gegevensbronnen terug verbergen. En ik zal mijn scherm wat vergroten. Hij gaat het gewoon laten zien alsof je een brief nog maar letterlijk getypt had. Als je gaat ervoor willen zorgen dat hij de gegevens samenvoegt, ga je moeten gebruik maken van de optie bestand afdrukken. Nu, hij gaat dan automatisch zeggen, uw document bevat database adresvelden. Wil je daarvan een standaardbrief afdrukken? Uiteraard druk op ja, want dat is onze uiteindelijke bedoeling. Hij gaat dan altijd laten weten welke records wil je daarvan afdrukken. Uiteraard staat er standaard alles aan en je gaat zien dat zijn 1 van in totaal 32 records. Je kan hier ook zeggen ik wil enkel laten afdrukken van 1 tot en met 5 bijvoorbeeld. Dat kan je natuurlijk ook kiezen. Waar wil je het naartoe sturen? Wil je het naar de printer sturen of wil je er een bestand van maken? Dus je zou er eigenlijk een brievenbestand van kunnen maken. En dan kan je kiezen, sla je alles op in één enkel document, dan zou je het waarschijnlijk brief.odt noemen, of sla je het op als afzonderlijke documenten. Dus dan gaat hij op basis van de achternaam in deze map alle afzonderlijke pagina's opslaan als waren het allemaal afzonderlijke tekstdocumenten. Dus dat kan ook. Nu ga ik hem even naar de printer sturen, zodanig dat je een duidelijk voorbeeld krijgt. Ik druk op OK. En wat ga ik nu doen? Ik kies niet mijn echte printer natuurlijk, want daar zouden jullie niet zoveel van zien. Maar ik ga mijn PDF-printer gebruiken. Nu, om de een of andere reden komt mijn dialoogvenster van printers niet tevoorschijn. Dus ik ga eens even kijken wat er misgelopen is. Een aantal velden van 1 tot 5. Ik druk nogmaals op OK en ik zou mijn kadertje van mijn printers moeten krijgen. Daar was hij. Dat was even een probleem met mijn PC. Je ziet dat mijn printer hier tussen staat, maar als ik deze zou kiezen, dan zou je natuurlijk daar niets van zien, dus ik gebruik de PDF Creator. Wat doet dit eigenlijk? Dit doet alsof er een printer op je toestel aangesloten is, maar als je daar naartoe print, maak je rechtstreeks een PDF document. Dus je kan dat ook op het internet gaan terugvinden. Ik zal je dat even laten zien, niet in mijn e-mails, maar gewoon via Google zoeken naar PDF Creator. Dat is één van de bekendste, je kan er de SourceForge pagina ervan gaan of rechtstreeks naar het project zelf. En dan zie je wat dat PDF creator juist is. Create professional PDFs with a few clicks. En het is uiteraard gratis. Dus een zeer interessant programma. Dus ik ga afdrukken naar mijn PDF creator. Ik kies afdrukken. Hij gaat een aantal pagina's afdrukken. Ik hoef hier nu geen naam in te geven. Ik zou dat wel kunnen doen. Brief. Ik zou de gegevens kunnen aanpassen van mijn PDF document. Maar ik kies snel voor opslaan, zodanig dat jullie een duidelijk beeld kunnen krijgen. Brief, vergadering. Ik druk op opslaan. En als alles goed is, gaat hij automatisch ook Foxit Reader openen om aan mij te laten zien dat de brief gedrukt wordt. Beste Brian Adams. Brian Adams woont in Farmington. Als ik ga kijken, ik kan de thumbnails ook laten zien, dan zie je dat mijn tweede brief naar Patricia gericht is in Arlington. En mijn derde brief naar David Brown in Salem. Dus, dit werkt. Er is echter één probleem bij jullie. Als jullie gaan afdrukken, ga je overal standaard een witte pagina krijgen. Die kan je wegwerken via extra opties. En ik ga je laten zien waar ik die al uitgezet heb. Via LibreOffice Writer, bij het afdrukken staat bij jullie standaard dit vinkje aan. Lege pagina's automatisch ingevoegd bij afdrukken. Dat staat aan. Ik ga je laten zien dat dat heel vervelend is, want als je nu kiest voor afdrukken, ja, ik kies bijvoorbeeld opnieuw van 1 tot en met, in dit geval het is 10, oké, hij moet dat afdrukken naar mijn PDF creator, je drukt op afdrukken en je gaat zien dat hij eigenlijk al 19 pagina's aan het maken is. Zeer vervelend, je gaat dat ook zien, opslaan,
En ik noem die nu 2 opslaan. Dan ga je het volgende zien als ik de bookmarks opzet. Je krijgt eerst een pagina, dan een lege, weer een pagina of weer een nieuwe brief, weer een lege pagina. Dus heel vervelend. Dus ik ga het nog eenmaal laten zien. Extra opties. Bij LibreOffice Writer het afdrukken, zet je het vinkje weg bij lege pagina's. En dan een boekje. Dit is een eenvoudige manier om een brief af te drukken. Stel dat je bij die brief ook nog wat etiketten wil afdrukken, bijvoorbeeld om op een blanco envelop te plaatsen, dan kan je kiezen voor het volgende. Bestand, nieuw, etiketten. Ik ga hier niet helemaal op ingaan, op alle onderdeeltjes hiervan. Dat zou ons te ver brengen. Wat wil ik jou laten zien? Bij jullie staat alles hier blanco ingevuld. Bij grootte kan je automatisch alle afmetingen van jouw etikettenblad gaan ingeven. De opties kan je gaan aanpassen. Maar hier heb ik gekozen voor een A4 formaat. En welk type labeltjes moesten dat zijn? Ik heb er zo willekeurig eentje uitgekozen. Ik heb daar geen rekening mee gehouden met wat de effectieve afmetingen nu van mijn papier zouden zijn. Dus je zou zelf hier iets kunnen typen. Dus als je jouw adres wil ingeven, dan kan je dat hier ingeven. Wat staat er meestal in een adres? Het bedrijf, voornaam, achternaam, het adres, de plaats, provincie en eventueel postcode en het land. Dus je kan daar zelf iets ingeven. Wat willen wij natuurlijk bereiken? Dat je uit de databank donoren een tabel selecteert. We noemden dat blad lijst. En dan kan je gaan kiezen welk veld wil je nu gaan toevoegen. De voornaam eerst. Dan wil ik een spatie, dus dat druk ik gewoon. Ik kies dan nu voor de achternaam, die voeg ik ook toe. En op mijn volgende regel komt mijn adres, dus ik heb op enter gedrukt. Dan ga ik mijn adres toevoegen, nog eenmaal enter. En ik ga de postcode toevoegen, samen met een spatie, om daarna de stad toe te voegen. Ik ga dat uitvoeren op een nieuw document. Ik ga dat document natuurlijk binnen beeld slepen, zodat jullie het goed zien. En dan zie je dat er een blad aangemaakt is. Het vreemde is misschien voor jullie 1 A4 document. Je ziet dat. Maar we gaan zo dadelijk eens alles afprinten of doen alsof het zouden afprinten. En dan gaan we kijken welk effect dat geeft. Afdrukken. Hij bevat databank, adresvelden. Dat lijkt me heel logisch. Voor welke wil je drukken? Bijvoorbeeld alles. Ik druk op OK. Ik ga dat sturen naar mijn PDF-printer. Afdrukken. En dan gaan we kijken. Opslaan etiketten. Zo. Dan gaan we zien wat Foxit Reader daarvan maakt. Je ziet het PDF-document met alle labeltjes of alle etiketten die dat je zou kunnen gaan gebruiken. Je ziet dat die meer dan één pagina nodig heeft natuurlijk om die 32 records uit te printen. Wat kan ik je daar nog van zeggen? Stel dat je zegt, ik vind het lettertype niet zo mooi. Ook dat kan je natuurlijk gaan aanpassen. Het eenvoudigste is dat je dat doet via extra opties. En dan gaan we even kijken naar LibreOffice Writer standaard lettertype. Als je hier het standaard lettertype aanpast naar het lettertype dat je wenst. Je drukt op OK en je gaat die lijst eventjes opnieuw maken. Dat gaat heel erg snel. Nieuw etiketten. Daar zit nog alles in. Je drukt op nieuw document. We gaan dat beetje in beeld slepen en dan zie je dat, dat de opmaak naar het andere lettertype overgezet is. Dus als je een ander lettertype wenst, is dat de snelste manier om te werken. Heb je nu de mogelijkheid, is jouw printer uitgerust om rechtstreeks etiketten af te drukken, dan kan ik je dat ook laten zien. Ik zal dit document eerst opslaan als etiketten. Zo opslaan, dan hebben we dat ook nog bij de hand. Deze kan ik terug dicht doen. En dan ga ik je ook laten zien hoe dat je een etiketten, een envelop kan printen. Dat doe je via invoegen, envelop. Je geeft de formaten in van je envelop. Dat is een beetje vervelend dat hier nog alles blijft staan van vorige maal. Dus ik doe dat even weg. Dus je kan via formaat alles gaan wijzigen. Dus bijvoorbeeld de grootte van een enveloppe aangeven. Hier staan er allemaal voorgedefinieerde. Zeer vreemde formaten trouwens. Dus eventjes kijken wat dat we krijgen als we van onder een C4 enveloppe kiezen. Dat is nog veel te groot. Nummer 10 enveloppe. Dat lijkt mij al meer het brede formaat dat we ook gebruiken. Maar je ziet dat je hier alles kan gaan aanpassen natuurlijk. Dus je kan de centimeters vergroten of verkleinen. Bijvoorbeeld de hoogte aanpassen.
Wat kan er nu op je envelop komen te staan? Je ziet dat hier al een stukje grijs aangeduid is van afzender. Als ik dat vinkje aanzet, dan ga je zien dat mijn afzendergegevens hierboven ook op de enveloppen zullen afgedrukt worden. Deze gegevens haalt je natuurlijk uit hetgene dat we altijd bij extra opties en de gebruikersgegevens geplaatst hebben. Stel dat je dat wenst aan te passen en mijn voornaam moet daar niet bij, dan kan je dat gewoon wegdoen. Geen enkel probleem. Hier werkt dat net hetzelfde. We gebruiken de donorenbron. Daarvan nemen we het eerste tabblad of het eerste werkblad lijst. En we hebben opnieuw nodig de voornaam, de spatiebalk, de achternaam, spatie naar een nieuwe regel. En we kiezen voor het adres. Zo toevoegen. We gaan de postcode plaatsen. En hierachter komt de stad. Zo. Je kan het formaat nog wijzigen, dus je kan ook gaan kiezen waar dat het afzenderadres moet komen te staan. Je ziet dat in het voorbeeld dat dat mee opschuift, dus je kan dat aanpassen. Je kan ook zeggen dat je de opmaak wil gaan bewerken, bijvoorbeeld van het teken. Dus dan krijgt het afzenderadres een ander lettertype. Ik druk op OK. Ik ga het proberen willekeurig te kiezen. Ik kies hier iets dat zou kunnen opvallen. Bijvoorbeeld Tahoma. Symbool, dat zal niet leesbaar zijn. Er zitten veel lettertypes voor gedefinieerd. Dat lijkt me wel leuk. En we zullen het wat groter maken. Misschien is standaard het beste. Druk op OK en ik ga die eens uitvoeren. Dus ik maak een nieuw document. Ook dit sleep ik in beeld voor jullie. En je krijgt al een envelop waar dat linksboven altijd mijn adresgegevens staan. En rechtsboven in het midden in een ander lettertype de adresgegevens van de persoon waar we naar wensen te sturen. Ook hier kan je nog het een en het ander veranderen qua grootte, qua spaciering enzovoort. Dus ook dit gaan we eens even afdrukken. Bestand afdrukken. Het bevat database adresvelden. We willen niet alle enveloppen, dat zal ons nu te lang duren, maar de eerste 10 of bijvoorbeeld van record 5 tot en met 10 afdrukken. Oké. Even wachten tot onze PDF-creator opduikt. We drukken op OK en we gaan kijken wat het resultaat is. Ik noem dit enveloppen. Zo. Opslaan en we gaan eens kijken. Voilà, dat ziet er prima uit. Allemaal enveloppen. Misschien kan ik het wat kleiner maken. Zoom uit. Dan ga je het wat beter zien. En dan zie je een vijftal enveloppen die dat de juiste adresgegevens moeten voorzien hebben. Voilà, dat is de eenvoudige manier om te werken met LibreOffice Writer om standaard brieven aan te maken en eventueel enveloppen en etiketten te voorzien. Nu aan jou.